week, 8 maart geloof ik, zo uit mijn hoofd. Het is net 9 uur geweest, ik heb al weer een single gehad. De Regenstraat, de Lekkerlaan en de Eemhof. Ik ben nu terug naar de fiets aan het lopen. Ik heb vandaag best wel veel om te doen. Want het is nu al 7,5 krat. Waarvan 2 krat voor je zet was, dus ja, best wel een hele hoop. Nou, zoals je hebt gemerkt, de afgelopen 2 weken geen vlogs gehad. Dat komt, privé heb ik het zeer druk. En ja, ik ben thuis bezig met stukken doren, schilderen, schuren. Nee, je kent het wel. Dus ja, daar ben ik zo erg aan het opgaan. Dat ik zelfs vorige week vrijdag enorm laat ben begonnen. En toen ik eenmaal was begonnen, kwam ik erachter dat ik mijn spullen vergeten was. Zoals telefoon, camera. Dus ja, nou ja, goed. Geen vlog gehad. Deze is er weer wel. Dus welkom. Ik ga nu terug naar de fiets toe. Ik ga door naar Waterland. Ik heb alles aan het overkant al gehad. Inclusief de Eemhof. Dus ja, het is nu tijd voor de Waterland. Had ik nog meer? Nee, ja, eigenlijk niet. Ja, dat ik gewoon thuis ontzettend druk bezig ben. En ja, misschien ga ik nog wat voor filmen. Ik heb van de week wel een paar keer gefilmd, maar dan kom je thuis en dan ga je zitten. En dan trek je ketelpak aan en dan ga je weer starten. En automatisch vergeet je ja, eigenlijk de rest van de wereld om je heen. Maar ja, je moet natuurlijk snel ook af hebben voordat ze die gevels gaan plaatsen. En dan ja, kom je erachter dat het s'avonds laat is. Omdat ik hier s'avonds later ga zitten editen. Nee, daar heb ik nog geen zin in. Dus ja, eigenlijk is dat een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Jammer best wel. Aan de andere kant ook weer niet. Neem afgelopen vrijdag. Ik kwam daar aan de Rijnsingel. En het eerste wat ik zag was dat er een lichaam naar buiten gedragen werd. Van een persoon die was overleden. En ik heb ook zoiets van, ja, moet ik dan op zo'n dag gelopen vloggen? Nee. Ik bedoel, in datzelfde flat woont een moeder van een vriend van mij. En ik had echt zoiets van, ja, dadelijk is zij overleden. En ja, ik voelde mij daar ook niet echt gelukkig bij. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze leeft nog. Dus kale, ik had het gelukkig mis. En laten we zo nog even zijn pijnjaartje lekker houden. Laat ze lekker onder ons blijven, het vrouwtje. Dan komt het allemaal goed. Goed, ik ga nu terug naar de fiets. En ik zie jullie later weer vanaf de Waterland. Zo, dit is een verder. Zo, ik ben ondertussen wel even thuis. Het is rond 4:15 en ja, 11:45 was ik alweer klaar. Ik had lekkere snelheid erin. Dus ik heb het lekker afgemaakt en ben naar huis toegekomen. Ik kwam thuis en zo liefst wat naar Johnny English te kijken. Ja, leuke film. Ik doe Mr. Bean, wat willen we nog meer? En ja, eigenlijk een beetje meer voor de tv gehangen. Voor stukken door en schilderen is eigenlijk niks terechtgekomen. Maar goed, mijn lokietje kunnen. Ik bedoel, ik ben de hele week al lekker bezig. Dus ja, nu leg ik lekker lang uit op de bank. Mijn zoon is samen met mijn vrouw naar de bioscoop. Die is naar een of andere Marvel film. Nou, ik hou daar niet van. Dus ik leg lekker Bundy te kijken. El Bundy. Beetje mijn voorbeeld, moet ik eigenlijk een beetje zeggen. Dus ja, het is allemaal lekker voortvarend gegaan. Het was redelijk mooi weer. Het wordt nu buiten bewolkt. Vanavond gaan we weer regen krijgen. Dus ja, dat is eigenlijk. En kijk, leg tijger heerlijk voor het raam. Lekker lui. Hij gaat zich even uittrekken. Oh jee. Dat is onze oudste kat. En een van de luisten. Hopla. Hij gaat zich even verstoppen. Nou, verstopt.
achter het gordijn. Dus ja, nou ja, goed. Ik leg hier dus nu lekker op de bank. Straks een hapje eten. Eet alleen vanavond, want mijn dochter is naar de vriend. Tenminste, die is eerst werken dan naar de vriend. En ja, ik heb tot een minuutje of acht. Het rijdt voor mij alleen. Dus ja, dat gebeurt niet zo vaak tegenwoordig. En ja, dat betekent dat ik lang uit op de bank leg. Gezellig televisie aan, lekker lang uit. El Bundy, oftewel de Bundy's. En ja, gewoon lekker relaxed, lekker wat te drinken erbij, een peukje erbij. En ja, genieten maar zou ik zeggen. Hè? Ik bedoel, we moeten toch wat met ons leven. Nou, morgen ga ik vroeg de deur uit. Ik ga het overigens wel filmen, dat wel. Alleen niet met deze camera, met een andere camera, denk ik. Gaan we hier naar het winkelcentrum. Winkelcentrum Keizerswaard, dat bestaat 50 jaar. Geopend in 1969. Een jaar na mijn geboorte. Ongeveer een jaar na mijn geboorte. Half jaar. Dus ja, ik ben ook 50. Dus ik word 51 alweer. Ik broei oud. Dus ja, daar ga ik naartoe. Er schijnt Xander de Buzinier te komen. En ook Ahmed Abu Talef, de burgemeester van Rotterdam. Die schijnt het hele gebeuren te komen openen. Dus ja, ik ga het alles even kijken. Ik wil hem wel eens in het wild tegenkomen. Dus ja, nou ja, goed. Het is een extra vlog dit weekend. Zondag krijgen we slecht weer. Dan ga ik zeker wat in huis doen. Dus ja, of ik dat ga vloggen, weet ik niet. Ik denk het niet. Maar goed, ik moet ook een beetje tijd zien te vinden om het te monteren. Dus in ieder geval morgenochtend ga ik dat wel in ieder geval doen. Dus ja, ik zou zeggen, kijk zondagochtend. Tenminste zondagmiddag. Als je online komt, als je dat wil zien natuurlijk. Want ja, ik ga hem zeker online zetten. Ik ben niet te vriend. Kom maar. 1, 2. Ik probeer dit tijd hierheen te krijgen. Kom. Het is niet namelijk een schootkat. En als hij op schoot komt, dan is het heel sporadisch. Kom maar. 1, 2. Kom maar. Ja, hij wil het echt niet meer. Ja, ah, daar komt hij. Hallo vriend. Kijk, daar hebben we hem. Oh, die staat. Hij komt wel. Het duurt alleen een paar dagen. Hé, ja, vriend? Ja, hè. Het duurt alleen een paar dagen. Hè. Ja. Hoppatee. Zo. Hé? Kijk. Hoe duurt dat? Hé? Hoe duurt dat? Ja. Oeh, ga je ook niet. Ga je kopje geven? Ga jij kopje geven? Zo, dat is lekker. Doe je even lekker. Ja. Oeh, lekker hoor. Lekker ook geen passie leggen. Doe maar, je bent net ziek. Nee, ben je ziek? Jawel. Ik ben wel ziek. Nee, ach. Nee, dat is mijn kat even. Ja, helemaal voor mij. Ze werken een beetje om onze eigen kat. Redhead zou hier eigenlijk komen omdat ja, de hond vorig jaar overleden is. En zochten we eigenlijk een vervanger voor. En dat is deze vrolijke vriend geworden. Hé, dat is Redhead geworden. Dat is echt mijn kat. Bij de enige peuze, eigenlijk voor allemaal. Op schoot leggen, dat is bij mij. En voor de rest eigenlijk, ja, bij mijn zoon willen ze ook nog eens kruipen. En ja, dat is eigenlijk het enige bij mijn vrouw gaan zien leggen. En bij mijn dochtertje al helemaal niet. Dus met deze vrolijke vriend wel, hè? Ja. Er staat al een video van jou online. Kijken bij Mike Brown. Dat is een hobbyfotograaf. Of een fotograaf. En die, ja, toen hij klein was, we hadden een paar dagen. Zag ik een videootje te kijken. Stond hij op het strand met zijn camera en een vrij grove lens erop. En ja, Redhead vond het leuk om die lens te blijven volgen. Dus ik zal wel een stukje hierin monteren. Dus ja, hij ging dus die lens volgen. Waarna ja, Redhead eigenlijk ja, iedere keer op mijn beeld stond. En ik het eigenlijk zo leuk vond dat ik hem ben gaan filmen. Hij staat hier even verder op het kanaal. Ik monteer wel een klein stukje uit de video wel hierin. Ik heb ergens de beelden ervan staan. Moet ze wel even opzoeken. Maar we plakken hem wel tussen. Goed, ik ga dat alsnog afsluiten. Ik, tenminste,
Red Hat. Wij wensen jullie een heel fijn weekend. Vind je het nou een leuk filmpje? Dan duimpje omhoog. Vond je het geen leuk filmpje? Nou ja, dan met duim omhoog. En reacties hieronder. Red Hat en ik lezen ze wel. En brengen ook een reactie uit. Nog even vragen, van, tenminste zeggen voor wie je reactie wil. En ja, weer de laatste video's krijgen. Dan even abonneren en op het belletje klikken. Dan krijg je automatisch de nieuwste video's in je overzicht. Dus nou, ik zou zeggen tot een dinsdag. En dan gaan we weer verder met het rondbrengen van de post. Zoals ik al zei, morgen Keizerswaard, 50 jaar, opening. Dus we gaan morgen, ja, ik moet niet zeggen een feestje vieren, maar we gaan in ieder geval kijken naar Abu Talib en naar Xander Buzanje. Kijken of daar nog wat aan te beleven valt. Hoop dat het er een beetje tussendoor kan komen, want ik denk dat het best wel druk geworden. Dus en jij gaat niet mee, hè, Rooien? Ja, hij heet Red Hat. Ik noem hem altijd Rooien. Dus, maar leg zo waar eens een keertje op schoot. Het valt een beetje tegen. Hé, doe je normaal niet? Maar goed, ik ga de video afsluiten. En ik zou zeggen, tot dinsdag voor de nieuwe postvlog. Of tot morgen. Voor een andere vlog. Adieu.